Nijntje gaat op bezoek bij tante Trijn. Ze loopt door een veld met gekleurde bloemen en overal ziet ze vrolijk gekleurde vlinders. Maar kijk, wat loopt daar op de grond? Een kleine rups die een blaadje eet van een van die mooie bloemen. Waarom eet je blaadjes, kleine rups? Vraagt Nijntje. Ik neem je wel mee naar tante Trijn. Ze heeft vast wel iets echt lekkers te eten voor je. Voorzichtig loopt ze met de rups naar tante Trijn. Tante Trijn staat in de tuin. Wat heb je daar, Nijntje? Vraagt ze. Dit is een stoute rups, zegt Nijntje. Hij eet blaadjes van een mooie bloem. Tante Trijn lacht. Rupsen moeten blaadjes eten, Nijntje, zegt ze. Dat hebben ze nodig om te groeien en te veranderen. Veranderen? Vraagt Nijntje verbaasd. Ja, Nijntje, wacht maar af, zegt tante Trijn. Het is heel bijzonder. Het lijkt wel toveren. Nijntje is erg nieuwsgierig. Ze vraagt zich af hoe een rups nou kan veranderen. Tante Trijn zet het rupsje voorzichtig naast een paar lekkere blaadjes. Kom maar elke dag even naar het rupsje kijken, Nijntje, zegt ze. Dan kan je hem zelf blaadjes te eten geven en dan duurt het wachten minder lang. Nijntje is erg ongeduldig. Ze houdt van verrassingen en ze kan niet wachten tot haar volgende bezoek. Iedere dag komt Nijntje naar het huis van tante Trijn en geeft ze de rups lekkere blaadjes. Maar ze ziet nog helemaal geen verandering. Je moet geduld hebben, Nijntje, zegt tante Trijn. De verrassing komt echt nog wel. De volgende keer is Nijntje erg verdrietig. Want kijk, de rups heeft zich verstopt in een witte huls. Dat noem je een kokon, zegt tante Trijn. Die heeft de rups zelf gemaakt. Hij slaapt daar binnenin. Volgende week zul je de verrassing zien. Nijntje kan haast niet wachten. De volgende week neemt ze haar vriendin Aagje mee. Ze kijken, maar er is niets gebeurd. De witte kokon is nog precies hetzelfde. Plotseling beweegt er iets. De kokon schudt, trilt en gaat plotseling open. Aagje en Nijntje buigen voorover. Ze zijn erg verbaasd. Uit de kokon komt niet een rups, maar iets anders. Wat is het? Het kruipt eruit en dan? Wat een verrassing! Ze zien vleugels. De rups is echt veranderd. Het is helemaal geen rups meer, roept Nijntje. Het is een vlinder. Je had gelijk, tante Trijn. Dit lijkt wat toveren. De kleine hongerige rups is veranderd in een prachtige vlinder. De vlinder spreidt zijn nieuwe vleugels uit, alsof hij Nijntje en Aagje nog even gedag wil zeggen en vliegt dan weg. Reuzen blij, Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer. Lekker buiten, iedereen, niemand blijft alleen. Nijntje, een lief klein konijntje. Nijntje, een pinker konijntje. Nijntje, knuffel konijntje. Nijntje, kijk mee. Nijntje en het wortelfeest. Op een dag, als moeder Pluis het ontbijt wil maken, ziet ze dat de worteltjes op zijn. Ze weet dat Nijntje dol is op wortels.
Dat is gek. Ik dacht dat ik nog wortels had. Vanmorgen op de markt waren er ook geen wortels meer. Iemand heeft alle wortels gekocht. Nijntje weet wie er nog wel wortels heeft. Betje Big. Die heeft in haar tuin genoeg worteltjes. Wil jij naar Betje lopen en vragen of ze jou een paar lekkere wortels meegeeft? Als Nijntje aankomt, zit Betje te ontbijten. Ze eet net de laatste wortel uit haar tuin op. Mijn eigen wortels smaken zo lekker dat ik er niet vanaf kan blijven, zegt Betje. Ik had er nog veel meer moeten zaaien. Als ze opkijkt, ziet ze Nijntje aankomen. Goedemorgen, Nijntje. Dag, Betje, zegt Nijntje. Mag ik misschien een paar van die lekkere wortels uit je tuin? Betje vindt het jammer dat ze nu net de laatste wortel heeft opgegeten. Het spijt me, Nijntje, zegt ze. Ik heb helemaal geen wortels meer. En als ik nu een paar wortelzaadjes in de grond stop, dan duurt het nog weken voordat er nieuwe worteltjes zijn. Dan komt tante Trein langs. Ze draagt twee zware manden. Dag Nijntje, dag Betje. Ik heb vanochtend op de markt alle worteltjes gekocht die ik kon vinden. Want ik ga er iets speciaals mee doen. Ik nodig jullie uit voor een wortelmaaltijd. En neem jullie vriendjes ook mee, zegt tante Trein. En dan loopt ze weer verder. Nijntje en Betje kunnen bijna niet wachten tot het zover is. Daar komen Boris en Barbara voorbij. Nijntje en Betje vertellen dat tante Trein een lekkere wortelmaaltijd voor hen maakt. Wij houden niet zo van wortels, zegt Boris. Oh, maar je moet komen, zegt Nijntje. Mijn tante Trein maakt zulke lekkere dingen van wortels. De hele middag is tante Trein druk bezig in haar keuken. Vlak voor het eten wil Boris gaan eten van een broodje. Boris, roept Barbara, wat doe je nu? Je weet toch dat we straks bij tante Trein een wortelmaaltijd krijgen? Kom, het is tijd om te gaan. Ja, maar ik hou niet van wortels, zegt Boris. Het is ook niet mijn lievelingseten, zegt Barbara, maar we gaan het gewoon proberen. Laat dat broodje liggen en ga mee. Als ze in de buurt van het huis van tante Trein komen, ruikt het heerlijk. Dat ruikt lekker, zegt Barbara. Het zijn vast geen wortels, zegt Boris. Misschien kookt ze ook nog wat anders. Als iedereen er is, krijgen ze wortelsoep, wortelbrood, worteltaart en wortelsap. Probeer het maar, zegt tante Trein. Boris en Barbara vinden het allemaal even lekker. En nu heb ik als toetje nog een wortelverrassing, lacht tante Trein. Hoera, roept Boris. Wat een prachtig wortelfeest. Op weg naar huis zegt Boris tegen Barbara. Dat was lekker. Laten wij ook wortels in onze tuin planten. Nijntje houdt van mooie kleuren. Ze kijkt uit haar raam om te zien welke kleuren ze buiten kan ontdekken. Ze ziet de blauwe lucht en het groene gras. Ze ziet in de tuin rode bloemen en gele bloemen. Ze kijkt naar haar handen. Ik ben wit, zegt ze. En ik heb een blauwe jurk aan. Het is mooi dat er zoveel verschillende kleuren zijn, denkt ze. Dan gaat de bel. Het is Nina. Dag Nina, zegt Nijntje. Dag Nijntje, zegt Nina. Ik ga naar de speeltuin. Ga je mee? Ja, leuk, zegt Nijntje.
En samen gaan ze er naartoe. Op weg naar de speeltuin komen ze langs het huis van Betje Big. Het huis van Betje is rood en heeft een groen dak. En er staan een paar mooie gele bloemen in de bak voor het raam. Daar komt Betje aan. Ze heeft een kruiwagen vol met verse oranje wortels. Dag Betje, zegt Nijntje. Dag Nijntje. Dag Nina, zegt Betje. Wat heb jij een mooi gekleurd huis, Betje, zegt Nina. Dank je wel, zegt Betje. Is het niet vrolijk? Ja, het is prachtig, zegt Nijntje. Nijntje en Nina zeggen Betje gedag en lopen verder. Als ze bij de speeltuin aankomen, gaan ze spelen op de gele schommel. Ze glijden van de blauwe glijbaan. En ze draaien rondjes op de rode draaimolen. Kijk Nina, wat een mooie kleuren overal, zegt Nijntje. Ja, zegt Nina, ik houd van veel kleur. En jij bent wit en ik ben bruin. We hebben ieder een andere kleur. We hebben een andere kleur. Maar verder zijn we hetzelfde, zegt Nijntje. Ja, zegt Nina. We zijn twee konijntjes. Een witte en een bruine. De vriendinnen moeten erom lachen. Als je om je heen kijkt, zie je overal verschillende kleuren, zegt Nina. Ze zien een groene vogel en een blauwe en gekleurde vlinders. Door de hele speeltuin staan vrolijk gekleurde bloemen. Maar als ze naar huis teruglopen, zien ze dikke wolken in de lucht. En de blauwe lucht wordt grijs. Ik ben bang dat het gaat regenen, zegt Nijntje. Laten we maar opschieten. Plotseling komt de zon weer tevoorschijn. En de twee vriendinnen zien in de lucht de allermooiste kleuren. Het is een regenboog, roept Nijntje uit. Zoveel mooie kleuren tegelijk hebben ze nog nooit gezien. Op een dag is Nijntje erg opgewonden. Oma en opa Pluis komen op bezoek en dat is altijd leuk. Opa heeft een groot pak meegenomen. Vader en moeder laten opa en oma binnen. Dag oma, dag opa. Ik ben zo blij om jullie te zien. Wij zijn ook blij om jullie te zien, zegt oma Pluis. We hebben iets meegenomen voor Nijntje, zegt opa. Ik heb het speciaal voor haar gemaakt in mijn werkplaats. Wat is het? Vraagt Nijntje. Mag ik het nu openmaken? Nijntje pakt voorzichtig het cadeau uit. Het is een prachtige, felgekleurde houten step. Wat mooi, roept Nijntje. Met een klein mandje erop. Daar kan ik mijn bier in zetten. Dank je wel. Wat een mooi cadeau, opa. Nijntje wil meteen gaan steppen. Laten we naar de speeltuin gaan. Daar is genoeg ruimte, Nijntje, zegt vader Pluis. Ik ga met je mee. Nijntje kan al heel goed steppen. Met haar beer voorop in het mandje. Vader Pluis moet hard rennen om haar bij te houden. Vind jij het ook zo leuk, Beer? Vraagt Nijntje. En het lijkt alsof Beer ja knikt.
Als Nijntje en vader bij de speeltuin komen, is Nina daar aan het spelen. Dag Nina, zegt Nijntje. Dag Nijntje. Wat een mooie step, zegt Nina. Die heeft opa voor mij gemaakt in zijn werkplaats, zegt Nijntje. Wil je ook even steppen? Oh ja, Nijntje, graag, zegt Nina. Eerst moet je aan mijn beer vragen welke kant hij op wil. Ik denk dat hij een rondje door de speeltuin wil. Goed, zegt Nina. Zeg beer, zullen we een rondje door de speeltuin steppen? Dan breng ik je daarna weer veilig terug. Nijntje kijkt Nina na als zij wegstept. Ze kan bijna niet wachten tot Nina weer terug is. Ze vindt haar nieuwe step ook zo leuk. Daar is Nina alweer. Wat een mooie step, Nijntje, zegt Nina. Ik ga aan mijn vader vragen of hij ook een step voor mij wil maken. Dan kunnen we samen steppen. Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. En vrolijk stept ze weer naar huis. Opa Pluis vindt het fijn dat Nijntje de step zo leuk vindt. De volgende keer, als Nijntje en haar vader naar de speeltuin gaan, heeft Nina net zo'n mooie step als Nijntje. En Nina heeft haar beer ook meegenomen. Nijntje, Nina en de twee beren steppen samen de hele middag vrolijk door. Op een dag nodigt Betje Big Nijntje uit voor thee met koekjes. Nijntje vraagt aan haar moeder of ze mag gaan. Ja, natuurlijk, Nijntje, zegt moeder Pluis. Maar pas goed op met je step. Het is koud buiten en het kan glad worden als het gaat sneeuwen. Ik doe voorzichtig, moeder, zegt Nijntje. En ik zal ook wat van Betjes koekjes voor je meenemen. Nijntje stept naar Betjes huis. Ze komt veilig aan. Betje heeft heerlijke koekjes gebakken en thee gezet. Nijntje en Betje hebben een leuke middag samen. En Nijntje vergeet helemaal de tijd. Plotseling gaat de telefoon. Met Betje, zegt Betje. Het is je moeder, Nijntje, zegt Betje. Ze zegt dat je nu naar huis moet komen, want het gaat sneeuwen. Goed, zegt Nijntje. Ik vond het erg leuk, Betje. Maar dan ga ik nu naar huis. Nijntje trekt haar jas aan en doet haar sjaal om. Pas als ze Betje gedag wil zeggen, denkt ze aan de koekjes voor haar moeder. Mag ik een paar koekjes mee naar huis nemen voor mijn moeder? Vraagt ze aan Betje. Natuurlijk, Nijntje. En Betje stopt nog gauw een paar koekjes in een zakje. Ze legt de zak in het mandje van de step. Voorzichtig rijden, Nijntje, zegt ze. Net als Nijntje op weg gaat naar huis, begint het te sneeuwen. Nijntje stept voorzichtig verder. Er ligt al veel sneeuw en het wordt glad. En als ze van een heuvel naar beneden rijdt, boem! Nijntje heeft geen pijn, maar ze gaat de rest van de weg niet meer steppen. Thuis maakt moeder Pluis zich al een beetje zorgen. Ik hoop dat er niets met Nijntje gebeurd is, denkt ze. Dan ziet ze Nijntje. Gelukkig.
Ze doet snel de deur open. Lieve Nijntje, zegt moeder. Ik ben blij dat je bent gaan lopen met je step. Eerst reed ik op de step, zegt Nijntje. Maar toen gleed ik uit en viel ik. Daarna heb ik de rest van de weg gelopen. Ik heb gelukkig geen pijn. En ik heb ook nog lekkere koekjes van Betje voor je meegenomen. Nijntje kijkt in het zakje. Waar zijn de koekjes? Oh, zegt Nijntje. Toen ik viel, zijn alle koekjes gebroken. Nu zitten er alleen nog maar kruimels in het zakje. Op dat moment komt vader Pluis thuis. Dag allemaal, zegt hij. Wat een mooie sneeuw. Gaan jullie mee naar buiten? Dan gaan we sleeën. Ik niet hoor, zegt moeder Pluis. Het is veel te koud voor mij. Ik blijf liever in de warme keuken. Ik ga lekker verse koekjes bakken. Ze moeten allemaal lachen. En terwijl moeder Pluis verse koekjes bakt, gaan Nijntje en vader lekker sleeën. Kijk, ook Betje is er weer lekker buiten.